Zo snel mogelijk terugkeren naar eerste provinciale, dat is het doel van Drongen. Maar na 17 speeldagen is het wel Sleidingen dat onverhoopt op kop staat in tweede provinciale. Drongen in het blauw moet dus aan de bak in deze topper en de thuisploeg doet dat ook. Na 12 minuten gooit Pieters de bal voor doel en daar is Van Lerbergen 1-0 voor Drongen. Bij Sleidingen zijn ze toch even van slag. Amper 2 minuten later krijgt Lambrecht te veel ruimte en daar doet hij dit mee. Nog voor het kwartier staat het 2-0. Sleidingen is virtueel leider af en moet dus reageren. Misschien lukt het op een stilstaande fase. De bal komt bij Van Wijnsbergen en die pakt uit met een schitterende knal. 2-1 na 20 minuten. Sleidingen doet weer mee, maar 10 minuten voor de rust gaat het opnieuw fout voor de bezoekers. De Kranen haalt de rok neer. Penalty voor Drongen. Blondeel mag de klus klaren, maar de Kranen maakt zijn penaltyfout goed. Hij kiest de goede hoek en het blijft 2-1. Sleidingen putter moet uit en begint fel aan de tweede helft. Bij Drongen zijn ze minder alert. Van de Velde met een reuze kans. Hij laat ze liggen. Sleidingen blijft wel jagen op de gelijkmaker. Ook Siebe Fortun is er dichtbij. Vervaat houdt Drongen overeind. De thuisploeg komt niet meer onder de druk uit. Opnieuw een mogelijkheid voor Fortun, maar ook nu kan hij niet afwerken. Pas een kwartier voor het einde komt Drongen nog eens piepen. Knappe actie van Van Eyfte Izebaard, maar de apotheose ontbreekt. Niet veel later krijgt Drongen een tweede penalty. Van Eyfte Izebaard mag het nu vanaf de stip proberen. En dit keer gaat de bal er wel in. 3-1 met nog 10 minuten te gaan. De veer is gebroken bij Sleidingen en vlak voor het einde slaat Drongen nog eens toe. Jarne de Bruyne zorgt met een stevige pegel voor de 4-1 eindstand. Drongen springt zo over Sleidingen naar de leidersplaats in tweede provinciale. Vandaag was eigenlijk de opdracht niet verliezen. We hebben gewonnen, dus eigenlijk is het nog beter geweest dan verwacht eigenlijk. Maar ik wil zeggen 4-1, een beetje gevleid, want ja, die tweede helft Sleidingen was toch sterk, hè? Ja, de tweede helft kwamen ze wel opzetten, maar wij stonden goed georganiseerd. En op de counter hebben wij dan uiteindelijk nog 2 golen kunnen maken. Dus ik denk algemeen wel een verdiende overwinning. Ik denk dat we in de tweede helft genoeg kansen hebben gehad om langzij te komen. Dat is jammer dat we dan uiteindelijk nog 2 golen pakken op het einde. Het zal zeker meer in de tweede helft worden voor ons.